hier is die grap. Oh, ik heb nog één keer goed doorgelezen. Proost. Je verwacht het niet. Je verwacht... Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ben ik weer met Iris. En ja, ik dacht, wat gaan we vandaag maken? En toen kwam ik gehaktbrood tegen. Toen dacht ik, nou, dat kan natuurlijk ook vegetarisch. Dus nu komt even het recept in beeld. En toen heb ik op internet lopen zoeken. En toen heb ik van allemaal variaties heb ik één soort van recept samengevoegd. Zodat het weer een beetje een uniek recept is. Dus dit recept gaan we maken. En dan ga ik nu even de producten halen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Eerste ingrediënt is dus... Hier komt weer een bonnetje in beeld trouwens en er staan de prijzen. Dus ik laat even kort de producten zien en dan komt de prijs in beeld. En dan weet je ongeveer hoeveel je kwijt bent aan, aan het recept. Nou, we hebben cashewnoten nodig. Het beschuit. Ik heb volkorenbeschuit. De mosterd. En de paprika poeder. Ketchup. Nou, die heeft bijna iedereen in huis, maar ja, we zetten toch nog... bij de prijzen erbij, net zoals de mosterd. Dan hebben we eieren. Natuurlijk gaan we altijd voor de buiteneieren. Je hebt er twee nodig. Iris die gaf monster. Ja, je hebt inderdaad twee nodig, maar je kan ook gewoon een pakje. Dat zie je uiteraard. Want die kun je ook altijd nog verder gebruiken. Dus ja, we gaan inderdaad, we zullen de prijs van twee eieren gaan we op de bon zetten. Dan heb je weer de leuke sojasaus. Nou, die hebben ook veel mensen in huis. Dan hebben we nog shallotjes. Ja, dat vind ik altijd weer een ding, want je hebt zo'n hele zak. Je hoeft er maar eentje te gebruiken. Maar goed, daar kun je nog heel veel andere variaties mee maken. Of gerechten ervoor erin gooien, geen idee wat. Maar goed, dat zien we dan. Dan hebben we inderdaad het bakvorm. Die heb je ook nodig. En natuurlijk niet te vergeten de amandelmelk. Dus dat zijn nou alle producten. Dus het zijn er redelijk wat. En je bent dan ook wel veel kwijt. Maar ik denk wel dat het heel lekker smaakt. Dus nee, Iris zegt nee. Wat is het? We zijn nog iets vergeten. Het hoofdingrediënt. We zijn het hoofdingrediënt vergeten. Die ga ik nu even ophalen. Momentje. Nou, dan ben ik weer. Iris gaat ondertussen kijken of we niet nog wat vergeten zijn. We zijn namelijk de tempeh vergeten. Nog nooit gehad, ik ben benieuwd. En de champignons. En nog wat olie. Maar ja, dat heeft iedereen inderdaad wel in huis, denk ik. Dus dat zijn alle ingrediënten en dan gaan we nu beginnen. Kook eerst de eieren. 4 minuutjes als ze aan het koken zijn, dus ongeveer 8 minuten als je ze alvast in de pan hebt. En dan gaan we nu eerst de melk toevoegen. Nou ja, ongeveer 100 milliliter. Gewoon dat de beschuitjes... erin kunnen gedoopt worden. Nou, laat je nu de beschuitjes even weken. En 10 minuutjes ongeveer. En dan draaien ze ongeveer, na 5 minuutjes draaien ze om. En dan zijn ze goed. Nou, en schik daarna de eieren met koud water af. En dan snij je de shallotjes in stukjes. Spruit daarna de shallotjes in de pan met olie. Voeg daarna de champignons toe. Snijd daarna de tempeh in kleine stukjes. Nu heb je de tempeh toegevoegd en nu is het eigenlijk een beetje roeren. Voeg daarna 2 eetlepel sojasaus toe. Daarna een theelepel paprika poeder. Eetlepel, theelepel. Nee, 2. 2! Ik krijg goede dingen ingepluizerd. Gelukkig heb ik hier een assistent. Nou ja, ze doet even bij ons wat ik doe. 2 theelepels ketchup toe. Voeg daarna 1 theelepel mosterd toe. Trouwens, de cashewnoten die zitten er ook al in. Dus die moet je ook toevoegen. En dan roeren. Dit moet je dus roeren. Maar het moet wel van het vuur af. Dat is heel belangrijk dat je dat niet vergeet. Als laatste voeg je de beschuitjes toe. We zijn heel benieuwd wat voor structuur het wordt, want dit moet dus nog brood worden, dus we zijn benieuwd.
We dachten net, hoe gaat dit een soort van gehakt worden? Want het zijn hele grote stukken. En toen heeft Iris even het recept nog een keer goed doorgelezen. En toen kwam ze erachter dat we het keukenmachine nog nodig hebben. Dus alles gaat straks even de blender in. En dan wordt het hopelijk wel een goed gehaktmengsel. Dan voeg je dit allemaal in de blender. Nou, het ziet er zo guur uit. Dat wordt er echt niet beter op. Verwarm de oven voor op 180 graden. Gebruik de helft van de cakevorm en voeg eerst de helft van het, van het mengsel toe. Leg ze er neer en gooi daarna het ei erop. Nou, het ei is er als laagje dit zit ertussen. En nu ga je eigenlijk de rest van de tempeh mengsel ga je er nu bovenop doen. Nou, zo ziet hij dus uiteindelijk uit en nu gaat hij de oven in. Nu is hij uit de oven en zo ziet hij eruit. Hoppa! Kijk, nu zie je het ei. Nog een klein beetje erbij. Kijk, niemand die het ziet. Top! Nou, dit is het geworden. Zo ziet het eruit en dan ga ik het nu even proeven. Nou, we gaan het proeven. Ik ben benieuwd. Zo. Een stukje ei erbij. Proost. Heel lekker. Echt heel lekker. Daar ging mijn mes. Maar gaat altijd bij mij fout. Oké. Dan kan het ook een beetje schuin. Heel lekker. Proef niet echt, op zich het heeft wel een beetje dus een gehaktstructuur. Je proeft lekker de champignonachtig, de kruiden, de sausjes. Iris probeert ook alvast tussendoor, kan je ook even je mening geven. heel lekker. Iris, wat vind jij ervan? Ja, je zit echt zo van, eerst denk je van, je gelooft de smaak zeg maar niet. Goed verhaal. Maar een beetje meer graan en broodachtig. Meer graanbrood, ja, dat kan ook. Je verwacht het niet. Je verwacht deze smaak niet echt. Maar ik vind het wel echt heel lekker, eigenlijk. Jij ook? Mm-hmm. Ja, Iris ook. Nou, top. Wij gaan dit eerst even opeten. En dan kom ik zo bij jullie terug voor de eindbeoordeling. Nou, dan zijn we nu bij de eindbeoordeling. En nu komt weer het lijstje in beeld. We gaan eerst de prijs bespreken. Nou, je bent best wel veel producten heb je nodig voor het gerecht. Natuurlijk heb je al wel een paar producten in huis, wat ik al zei. Maar toch, je hebt best wel veel nodig. En we kwamen er wel achter dat het niet echt voor een hele maaltijd is, toch Iris? Het is op zich wel vullend. Alleen, we hebben er ook nog wat kleins bij gegeten. Dus als je het zo bekijkt, heb je heel veel producten nodig voor maar wat kleins. Dus als ik dan qua prijs moet beoordelen, geef ik het 2 sterren, denk ik. En als we dan gaan naar de bereidingswijze, het was best makkelijk om te maken. Het was helemaal niks ingewikkelds. Je doet het in de oven, je maakt eigenlijk het helemaal en dan doe je het in de oven. Dus je bent ook helemaal niet zo heel veel tijd kwijt. Dus de bereidingswijze geef ik eigenlijk wel 4 sterren. Geef mij 3,5. We geven dit 3,5. Want je bent het toch? Wat zegt 4. Iris? Iris bepaalt. 4. Iris zegt 4. We maken er 4 van. De smaak vond ik wel, ik denk dat er iets meer ei had ingemoeten. Dus als jullie het nog gaan maken, dan zou ik iets meer ei doen. En dat eigenlijk. En het is een beetje pit mist het nog wel een beetje. Heel klein beetje pit misschien. Maar op zich, ik vond het wel echt heel lekker. Het was wel een unieke smaak, vond ik. Dus wat dat betreft vond ik het wel, dus wel heel lekker. Dus ik geef het een, even kijken, 4. 4 sterren, ja. Geeft 4 sterren. Dus dat was dit gerecht. En zeker weer geslaagd. En ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet hieronder niet te abonneren. En dan zeg ik doei!